Dave? Dave? Hey, geen Dave. Oh. Jij bent toch de buurman? Ja, ik ben de buurman. Weet je toevallig wat Dave is? Want ik zoek hem. Die zit al weken sinds wij onze Wii special gedaan hebben op mijn kamer een beetje te spelen. En jij niet meer dus? Nee, ik kom weinig meer van sinds die dagen. Zullen we hem eens even halen dan? Want we moeten wel een uitpakparty doen. Wow. Dave! Ja, echt ammo, man. Wat ben je aan het doen? We zouden toch een uitpakparty doen vandaag? Ja? Volgens mij wel. Wat voor dag is het? Dinsdag? PlayStation 3. PlayStation 3? Okay. PlayStation 3? We gaan. Gaan! Zo, Dave, jij zit wel heel comfortabel. Ja, ik heb de ideale gaming space gevonden hier in Space op het NDSM-terrein waar we de PS3 gaan bekijken en testen. En buurman, voor jou? Ik heb er zin in. Maar buurman, ik heb een PS2. Wat is er nieuw aan de PS3? Nou, het eerste wat mij opviel is dus de draadloze controller die heel licht is. En die nieuwe controller die mist force feedback, maar in plaats daarvan is er iets van... 6-axis controller, wat houdt dat in? Dat houdt in dat we hem met à la de Wii met controller kunnen besturen. Dus. Ah, dus hij voelt gewoon de beweging van de controller en dat vertaalt hij. Ja, het is een motion sensor. Zullen we beginnen dan? Ja. Dat is ineens geschoten. Oh ja, dan schiet ik buurman dood. Ja, heel goed. Nou jongens, mag ik even korte eerste indrukken hebben? Ja, mooie beelden in ieder geval. Stunning, stunning graphics. Echt fantastisch. Ja, ziet er heel mooi uit. En Dave? Ja, leuk, maar ik moet even wennen. Ik ben een man van het stuur. En geen feedback, hoor. Maar wel erg mooi. Maar jij bent een beetje anders aan het crossen dan Dave. Ja, ik heb nu dus die motion sensor aangezet. En dan kan je dus op deze manier sturen, wat een beetje op een stuurtje lijkt trouwens. Ja. Dit is weer een heel ander spel, jongens. Ja, dit is... Gran Turismo High Definition Demo. Zulke race graphics hebben we nog nooit gezien. Je kan echt de scheuren in het asfalt zien. De mensen langs de weg beginnen nou ook aardig op echte mensen te lijken. Dave, dit lijkt me een gewoon dvd'tje. Zo ziet hij eruit, maar het is een Blu-ray disc. Dat bevat... minimaal 10 keer zoveel informatie als een gewone. En daarmee kan je high resolution of high definition video's. Hoeveel gigabyte staat er ook weer op, David? Ja, ergens 50, 56 of zo. Maar we gaan Vin Diesel kijken. Het is een mini bioscoop, zeg maar. Maar dat ligt ook wel aan het scherm. Het helpt, hè? Maar Leuwe, die kan hier echt niet tegenop. Gaan we nu doen? Geen idee, vraagt de buurman maar. Buurman, gaan we nu doen? Nou, gaan we op het wereldwijde web. Het maar wereldwijde ook web. Kan, ook al kan dat, kijk. En internet. Op een heel groot scherm. Hij kan ook wel alles, hè. Dave, je had het over die force feedback die er niet op zat. Ja, zonder force feedback kan ik gewoon niet racen. Ja, nou moet je even ophouden over die force feedback, man. We hadden er helemaal geen last van. Die nieuwe controller met zijn 6-axis, dat is allemaal hartstikke leuk. Dus, ja, maar ik wil sturen. Ja, zo doe je het ook. Algemene conclusie. Nou, ik ben zwaar onder de indruk van de visuals en et cetera, maar ik kan het nu helaas nog niet betalen. Bij mij komt hij er zodra ik een HD-scherm heb, dan koop ik de PlayStation 3. De eerste aliens, man. De graphics zijn wel fenomenaal weer, maar dat zeg ik geloof ik al de hele tijd. Ja, wordt het anders. De graphics zijn wel fenomenaal, hè?